Ik ben 20 en ik woon mijn hele leven al in mijn oude vertrouwde huis in Loppersum. Dit huis gaat plat op een aantal muren na. De aardbevingen zijn het huis te veel geweest en nu is het onveilig. Niet alleen ons huis. Door de gaswinning in Groningen hebben duizenden mensen schade aan hun huis. Mensen raken hun vertrouwde huis kwijt. Het huis waarin ze zich veilig in moeten voelen. Ja, ik vind het echt oprecht verschrikkelijk wat er gebeurt in Groningen. De ombudsman die zei vandaag in het NRC ook dat nu met de coronacrisis zie je hoe snel het kabinet echt miljarden vrij weet te maken voor bedrijven. En dat is zo schril voor Groningen, omdat je hier mensen al 8 jaar en soms nog wel langer aan het wachten zijn. En elke keer horen van de overheid dat het komt, dat ze echt hun best doen. En elke keer wordt er dan hoop gegeven en elke keer gebeurt het niet. En dat ja, geeft 10.000, misschien 100.000 mensen het gevoel, we doen er gewoon niet toe in Groningen. We kunnen protesteren, we kunnen hard roepen, we kunnen het vriendelijk vragen. Maar elke keer maar weer hoop krijgen en die hoop wordt dan weer de grond ingeboord. Ik vind echt verschrikkelijk hoe hier met ons wordt omgegaan. En hoe we er niet toe doen en hoe dat al jaren duurt. Dan is de wanhoop gewoon veel dichterbij dan de hoop op dit moment. Voor iedereen is zijn eigen huisje dé plek waar je terug kon trekken en waar je je heel erg veilig en op je gemak zou moeten voelen. Dus wat ik vind van de aardbevingen tot nu toe, dat is de vraag. Wij zitten hier al met deze problematiek al 14 jaar. In 2006 heb ik het zo'n beetje wereldkundig gemaakt, dat men bij me kwam toen er een aardbeving kwam bij Huizingen. Nee, voor Huizingen zelfs. Westeremden was dat toen. En ons huis is eigenlijk in al die jaren, net als alle huizen hier, heel erg beschadigd. Eigenlijk zodanig beschadigd dat het huis gesloopt moet worden. Maar het is een karakteristiek pand en dat mag dan niet zomaar. Het gaat heel veel geld kosten. De aardbevingen zijn geminderd, maar de bodemdaling niet. De aardgaswinning is gestopt, althans hier. Maar goed, het eilt nog jaren na. En ja, als wij het huis laten versterken of herbouwen, dan zal het nog zo zijn dat wij last blijven houden van die aardgaswinning. Of wat er van overgebleven is. En dat heeft op ons, en buiten dat het een hele financiële toestand is, heel veel impact op ons zijn hier, zeg maar, ons woongenot is echt heel erg afgenomen. Ik heb last van mijn hart. Dus ik loop inmiddels bij het ziekenhuis. Ik heb er heel veel in gedaan in deze problematiek. In de Tweede Kamer gezeten heb ik op uitnodiging van EZ, televisie, radio, kranten. Tot zeer recent. En ik denk dat het mijn leven uit zal duren als ik hier blijf wonen, dat ik hiermee geconfronteerd zal worden. Dus dat is wel heel erg, dat heeft heel veel impact. Dat is wel jammer. Ik ben een van de velen die lijdt onder de problematiek rondom de gaswinning. En wat hier nu gaande is, dat gaat hier al. Ik heb er zelf zeker 20 jaar last van. De bevingen die we te verstouwen krijgen. Waar je emotioneel af en toe behoorlijke impact is. Ja, ik heb natuurlijk wel aardbevingen gevoeld. Ik woon zelf in de stad Groningen. Dus de meeste aardbevingen voel je hier maar een klein beetje. Veel minder dan bij het epicentrum. Ik kan me een aantal echt goed herinneren. En één die ik heel goed kan herinneren was die van Zeerijp in begin januari vorig jaar. En die voelde je echt goed in de stad. En je denkt eerst nog, een vrachtwagen. En dan weet je, het is een aardbeving. En dan denk je in de stad vooral heel erg, laat alsjeblieft het epicentrum hier zijn. En dit niet een hele zware beving zijn. En dat was natuurlijk toen wel zo. Dat je al heel snel wist, ja, dit is gewoon weer mis. Dit is weer mis. Weer. Heel veel mensen hadden nog vakantie. Waren eindelijk een beetje tot rust aan het komen. En dan weer een beving. Die kan ik me heel goed herinneren.
vorig jaar was het natuurlijk bij Westerwijtwerd, maar die was 's nachts. En die kan ik me minder goed herinneren. Wel de impact die het elke keer heeft. En dat we die dag erna naar het dorp toe gingen. De verslagenheid van bewoners. Wel het protest. Minister Wiebes kwam nog maar weer een keer protesteren. Dat is denk ik elke keer opnieuw. En nu is het ook tijdens de coronacrisis. Zijn er natuurlijk een aantal geweest achter elkaar, wat minder zware. En ik heb elke dag het gevoel, oh, laat alsjeblieft niet een grote komen. Laat alsjeblieft niet nu. He, als de overheid tegen je zegt, blijf veilig thuis. Maar je eigen veilige thuis is er niet, want dat heeft de overheid niet geregeld. En dat, in die coronacrisis maakt me eigenlijk nog angstiger voor een grotere beving. Maar eigenlijk is dat gevoel er altijd, in Groningen, altijd. Ik ben Annie Gubbels. Wij hebben een woninginrichting hier in Loppersum. En wij hebben sinds de aardbeving een omzetverlies van 60%. Wij zitten vast in het aardbevingsgebied omdat we het pand niet kunnen verkopen, niet kunnen verhuren. Ik ben inmiddels 72 en ik heb 6 nieuwe gewrichten, maar we kunnen geen kant op. Want we kunnen het pand niet verkopen, want het is niks meer waard. En het pand is onze pensioen, dus we kunnen geen kant op. We hebben heel veel scheuren in het gebouw en wij gaan hopelijk binnenkort verder met de architect om het huis te versterken. Bij ons blijven alleen de buitenmuren staan en voor de rest gaat het hele huis plat. Je wordt er heel verdrietig van, maar niet alleen wij. We krijgen heel veel mensen in de winkel die allemaal huilen omdat hun huis stuk is. Ik weet ook niet hoe het moet. Ja, ik heb vaak een aardbeving meegekregen. En eigenlijk de eerste al sinds het jaar 2002. Toen zijn er 3 geweest, 3 nachten achter elkaar. Alles in de sterkte van 2.4, 2.5, 2.2. En toen werd het voor het eerst dat het een probleem werd en dat je je zorgen ging maken. Toen zijn er ook wel wat bijeenkomsten georganiseerd hier in de gemeente. Daar ben ik toen niet eens zelf naartoe gegaan. Maar de onrust was er. Ja, kijk, ik vind het best moeilijk hè, om over die aardbevingen, maar zeker over de manier waarop de overheid, de staat, met ons is omgegaan te praten. En dat is ook voor mij was dat echt de reden om naar de Tweede Kamer te gaan. Omdat ik dacht, ik was archeoloog, echt een fantastisch werk. Het is wetenschap, maar buiten. En nou, ik vond het echt fantastisch. Ik wilde dat al worden sinds ik 8 jaar oud was. Maar toen het zo misging in Groningen, dacht ik, ja, ik kan wel oude beschavingen gaan bestuderen, maar onze beschaving brokkelt af. Letterlijk. Onze eigen beschaving brokkelt gewoon af. Zitten scheuren in. Het valt uit elkaar. En wat het met mensen doet, is verschrikkelijk. Nog erger dan wat het met onze huizen doet. Maar tegelijkertijd zit ik daar nu 3 jaar. En ik vind het heel zwaar om te zeggen, maar er is veel te weinig veranderd. En ik had zo gehoopt om daar ook meer verschil te kunnen maken in Den Haag. En dat is echt heel moeilijk. En ik heb wel echt absoluut natuurlijk alles op alles gezet. Ik zal het ook altijd blijven doen. Maar ik vind het heel zwaar om te merken hoe moeilijk het is om dit te veranderen. Om te zorgen dat de overheid wel naar ons om gaat kijken. Dat de overheid er wel ook voor Groningen is. Dat Groningen niet een of ander wingewest is, maar gewoon onderdeel van Nederland. En ja, politici die gaan beloven dat er nu heel snel iets verandert. Ik heb daar geen vertrouwen in. Die beloftes die hoor je keer op keer. Ik kijk soms wel eens oude kranten terug. En dan bijvoorbeeld 2015, dan zie je minister Kamp moest zwaar door het stof. Want hij had een belofte gedaan die hij niet na was gekomen. En ik denk, ja, dat is 5 jaar geleden. We zitten nog steeds op datzelfde punt. De afgelopen 3 maanden zijn er 11 huizen versterkt. 11! Terwijl in 2015 beloofd was dat er nu al 5000 in dat jaar of 3000 in dat jaar klaar zouden zijn. We zitten nu op een totaal van 1000 woningen. Dus ja, ik ga niet beloven dat het snel goed komt. Want dat kan je gewoon niet waarmaken. Het enige wat ik beloof, en dat is wat ik ook echt na ga komen, is dat ik er altijd voor zal blijven strijden.
Maar ja, iedereen die je op de mouw wil spelden, nu komt het goed en we hebben wat fouten gemaakt in het verleden, maar nu gaan we het echt anders doen. Als je daarin gelooft, dan ja, kom je teleurgesteld uit, denk ik. En toen was het 2006, ook augustus, 's ochtends om 7 uur en toen stond ik bij het aanrecht hier beneden. Het was midden in de bouwvakvakantie, maar ik moest werken. En mijn dochter was toen 9 jaar oud en die moest dus naar de kinderdagopvang. Zij was nog boven en ik was bij het aanrecht bezig om broodjes klaar te maken. Vervolgens hoorde ik een geluid wat aanswol. Eerst dacht ik even van, dat is een vrachtauto die idioot hard rijdt. Misschien wel 100, wat een idioot. En vervolgens voelde ik iets van drukverschil. Toen hoorde ik rrrr, en toen hoorde ik boven van alles knappen, hele harde knallen, waardoor ik in eerste instantie dacht van er vallen kasten op. En toen dacht ik ineens, oh, dit is een aardbeving. En daarna dacht ik, het dak stort in. En toen dacht ik van, oh, maar Bo, mijn dochter is boven. En toen ging de deur open van haar slaapkamer, dat kon ik zien onderaan de trap. En toen kwam Bo eruit, dus al opluchting, ze is er nog. Met de kat in de armen, haar krulletjes in haar nachthemd. En in wit, en ze riep, mama, wat is dit? En toen riep ik van, Bo, dit is een aardbeving. Waarop ze de kat aan de kant gooide en zich bijna de trap afstortte en ik ving haar op en ze riep onderweg alleen maar naar buiten, mama, we moeten naar buiten. Ik denk dat, ja, de psychische schade is heel groot. Hè? Volgens de Rijksuniversiteit Groningen doet daar al jaren onderzoek naar. Die zeggen dat tenminste 10.000 mensen gezondheidsschade hebben door alles wat hier gebeurt. Tenminste 10.000 mensen en dat zeker mensen met die meer keren schade hebben gehad, extra vaak ziek worden. Dus ik denk dat die scheuren in de ziel, dat die heel moeilijk zijn om te repareren. En dat dat nog heel lang gaat duren. Want zeker, kijk, als je de oorzaak niet wegneemt, dan is het ook heel moeilijk om het probleem op te lossen. Je kunt naar een psycholoog gaan. Er zijn fantastische psychologen in Groningen die fantastisch werk doen. Maar uiteindelijk moet je vaak toch weer naar huis, naar een onveilig huis. Dus ik ben heel erg bang dat die psychische schade nog heel lang zal blijven. Het stelde allemaal niks voor. En toen dacht ik meteen, en die emotionele schade dan. De schrik die ik nu heb. En vervolgens mijn dochter, die maanden niet meer boven wilde slapen. Wat is dit? Hoe moet dat? En toen heb ik mijn eerste boze brief naar de NAM geschreven. En ja, dit is het verhaal van heel veel duizenden Groningers natuurlijk. En zeker hun verhaal is heel schrijnend. Je hele leven gewerkt als ondernemers. Zelf alles hebben opgebouwd, alles goed hebben gedaan. En dan, als je eindelijk met pensioen zou willen, dan komt dit. En dan is alles weg. Je winkel loopt niet meer. Je winkel is kapot, je huis is kapot. Je moet dagen, weken, maanden bezig zijn met elke keer maar weer vechten. En elke keer wordt je hoop gegeven en elke keer wordt die hoop je weer afgenomen. En ja, hun verhaal staat natuurlijk symbool voor het verhaal van tienduizenden en nog misschien wel nog veel meer Groningers. Hè. Er zijn nu 200.000 mensen met schade. En heel veel van die Groningers zeggen, ja, mijn verhaal is erg, maar dat van hun is nog misschien nog wel erger. Maar al die individuele verhalen zijn zo'n groot leed. Zijn zo'n ongelofelijke schande voor Nederland. Dat je zo'n beschaafd en rijk land zoiets doet. En voor hun, ja, hoe kan het dat het zoveel jaar en niks gebeurd is?
Omdat de politieke wil er niet was. Omdat de politiek het wel wilde beloven, maar het niet wilde doen. Omdat het heel veel geld kost. En nadat ze ruim 400 miljard verdiend hebben aan Groningen, wilden ze die rekening niet betalen. En dat, ja, is eigenlijk het meest pijnlijke. Dat die paar procent, hè, Groningers, die gaan echt nooit de hoofdprijs vragen. Marlene Bakker, zangeres uit Groningen, zingt daar ook over. Die zegt, en dat, ik zal het in het Nederlands zeggen, maar die zegt: als Groningers een onsje vragen, doe er dan maar een kilo bij. We vragen helemaal geen gouden berg. We vragen gewoon iets heel logisch: veiligheid, rechtvaardigheid. Terug wat we hadden. Niet meer, niet minder. We vragen heel weinig. En terwijl er 400 miljard is verdiend, krijgen we niet eens dat. Ja, en dat maakt mensen kapot. Echt kapot. Ik ben hier in deze zaak ben ik in 96 begonnen, maar ik ben al eerder begonnen in 86, vijf huizen verderop. En dus ik ben eigenlijk al 35 jaar ondernemer hier. De eerste jaren geen last gehad eigenlijk van de gebeuren met de aardbevingen, maar nu eigenlijk de laatste jaren wel. Ik zit nu in een muziekzaak. En ja, dat zit dus in mijn woon-winkelpand en wat dus gesloopt moet worden. En dat houdt in dus dat wij dicht moeten voor zeker een jaar. Ik moet naar een ander pand vertrekken. Ja, wat dat met mijn zaak gaat doen is niet heel duidelijk. Want op het ogenblik heb ik nog geen idee wat de NCG gaat doen. En kom ik in een vervangend pand terecht of... ja, wat gaat er gebeuren? Ik heb met mijn accountant overlegd van wat gaan we nou doen, hè, als straks alles klaar is. Als het allemaal vooruitstrevend gaat, dan hebben we het over 3 jaar verder. En dan is deze jonge man 60. En dan moet ik dus nog 7 jaar. En dan ga ik dus voor 7 jaar heel die boel nog optuigen. En dat is dus de vraag. Ik vrees dat het voor mij en meerdere ondernemers hier in Loppersum einde verhaal zal zijn. Hè? Dus dat de fysieke winkels eindig zijn. Dus ik hoop dat ik nog door kan, want ik heb een hartstikke mooi winkeltje. En muziek is mijn passie. En het zou jammer zijn als dit door deze aardbevingproblematiek ontnomen zal worden. Totdat ik wakker schrok door een hele harde knal. En toen was ik meteen bij de tijd dat ik dacht van, oh, weer een beving. En toen kwam er nog een knal. En toen klonk het alsof boven mijn dakconstructie, het hele dak ging, ja, werd verwrongen. En toen dacht ik, dit komt niet goed. Dus de tweede keer in mijn hele leven dat ik binnen een paar seconden naar buiten ben gerend. En toen stond ik daar weer achter het huis. Totdat een week na eerste Pinksterdag vorig jaar mijn dochter een nachtje thuis kwam slapen. En toen kwam ik thuis van het werk en toen zei mijn dochter van mama... ik weet hoeveel zorgen jij je maakt en ik wil je niet nog ongeruster maken. Maar boven bij het dak, een van de balken, en ze bedoelde dus een van de spanten, die hangt iets naar beneden en dat is niet oké. Daar moet jij wat mee gaan doen. Dus ik heb gekeken en ik heb meteen de volgende ochtend, dat was dan een zaterdag, heb ik een AOS-melding gedaan. Een acute, onveilige situatie. Ja, ik heel lang, als Groningen op tv kwam, dan ging het over de scheuren in huizen. En ik heb zelf ook wel, bij de aardbeving van Zeerijp, kwam een journalist en die zei alleen maar tegen mij, ik wil scheuren zien, ik wil scheuren zien. En het bizarre is dat pas heel lang daarna er aandacht kwam voor de scheuren, niet in de huizen, maar in mensen. En want die zijn eigenlijk veel dieper. En niet alleen de scheuren in mensen, in hun ziel, maar ook de scheuren tussen mensen. Door alle verdeel- en heerspolitiek, jij krijgt wel een veilig huis, jij niet. Dat levert ook scheuren op tussen mensen.
En uiteindelijk kun je voor een huis kun je een aannemer bellen. Soms moet het gesloopt, het is ongelooflijk ingrijpend, maar een huis kun je altijd weer repareren of vervangen. Het is nog steeds verschrikkelijk. Maar wie kan je bellen voor scheuren in de ziel? Wie kun je bellen voor scheuren tussen mensen? Die zijn veel moeilijker om te helen. En hoe langer dit doorgaat, hoe langer er niet naar Groningen geluisterd wordt, hoe langer Den Haag over ons heen loopt en wel met mooie woorden strooit, maar niet met daden, hoe dieper die scheuren worden en hoe moeilijker het wordt om die scheuren weer te helen. Het Centrum Veilig Wonen, dat duurde nog even voordat wij met lopende schades bij de NAM werden overgeheveld. Uiteindelijk is dat ook gebeurd. Toen kreeg ik een mailtje van hallo mevrouw Blink, ik ben uw nieuwe woonbegeleider en bij navraag bij de NAM is ons gebleken dat uw schade volledig is afgehandeld. Terwijl ik de uitgeslepen scheuren nog in de buitenmuren had zitten, voor iedereen zichtbaar. En al met al, het ziet er niet uit. 8 oktober, ik moest naar mijn werk, ik stap uit de slaapkamer en ik slaap beneden. Dus ik stap uit de slaapkamer en toen stond ik in een enorme plas met water op mijn pantoffeltjes. En toen had ik dus verschrikkelijke lekkage. En ik had meteen in de gaten, dat komt van boven. Dus ik naar boven. En ja hoor, bij die eerste keerkeper, die dus als eerste uit zijn verband was gezakt, daar liep het water allemaal naar beneden. Dus voor mij was het 1 en 1 is 2. Dat komt van de schade die ik heb opgelopen. Daarna is het één lange ellende geweest. Ik weet wel niet hoeveel bevingen we meegemaakt hebben. Je vraagt of er naar Groningen wordt geluisterd. En ja, dat antwoord is natuurlijk nee. Of in ieder geval zwaar onvoldoende. Kijk, er is door de overheid, door de staat, is er meer dan 400 miljard verdiend aan het gas uit Groningen. Meer dan 400 miljard. Het is echt een bedrag wat je mij niks bij kunt voorstellen. En ongeveer 1% is dan in het noorden van het land uitgegeven. Dus er is heel veel geld verdiend aan Groningen. En toen het misging, en dat gaat het natuurlijk al nu al heel veel jaren, ja, toen was Groningen ineens niet meer in beeld bij Den Haag. En nog steeds, hè, heel veel mensen denken, misschien in Nederland, dat er nu heel veel geld aan Groningen wordt uitgegeven. Maar niks is minder waar. Er gaat nog steeds 8 keer zoveel geld van Groningen naar Den Haag dan van Den Haag naar Groningen. Dus ja, er wordt niet naar Groningen geluisterd. En dat is het enige wat echt weer hoop kan bieden, is dat als Groningen zelf weer zeggenschap krijgt, macht krijgt over onze eigen toekomst. Dat is het enige wat echt gaat helpen. Dat er niet alleen maar mooie woorden komen, maar dat er nu daden komen. Dat al die onveilige woningen worden versterkt, dat de schade wordt gerepareerd. Maar ook Groningen weer zeggenschap geven en het gevoel geven dat we er echt toe doen. Dat we onderdeel zijn van Nederland. Dat we niet alleen maar gebruikt worden om geld aan te vliegen. Ja, ik denk dat heel veel kinderen en jongeren nu al heel veel problemen hebben. Niet per se door de aardbevingen, maar vooral door de manier waarop de overheid met ze is omgegaan. Alle stress, alle verdriet, alle ellende die dat bij ouders, bij leeftijdsgenoten, bij hunzelf, bij iedereen in de omgeving heeft opgeleverd. Maar dat die impact later ook nog komt. Ik spreek veel met jongeren uit, of mensen van mijn leeftijd. Die zijn opgegroeid in Limburg, in de Mijnstreek. En dat klinkt heel ver weg. En het gekke is dat als zij in Groningen zijn en ons verhalen horen, dat ze zeggen, dat is zo herkenbaar. Want bij hun gingen de mijnen dicht, nadat eerst Nederland warm gestookt was door Limburg. We hebben daar steenkool gewonnen en zorgde Limburg dat Nederland warm is. Toen gingen we in Groningen gas winnen en zorgde Groningen dat Nederland warm was. En toen die mijnen dicht gingen in Limburg, is er heel veel ellende ontstaan. Bijvoorbeeld in Heerlen. En er was heel veel armoede. Het was een van de rijkste plekken en door die mijnsluiting was er ineens heel veel armoede. En heel veel jongeren, of mensen die nu van mijn leeftijd zijn, die toen dus jong waren, hebben zich altijd in de steek gelaten gevoeld door de overheid. Ze hebben altijd het gevoel gehad, ja, wij wonen niet in de Randstad, dus we doen er minder toe. En zagen altijd om hun heen hoe mensen moesten sappelen, hoe de armoede was, hoe er
prostitutie op straat was, hoe er drugsverslaafden waren. En dat heeft hun leven eigenlijk ja, voor een deel getekend. En zij zeggen in Limburg ook heel erg, ja, bij jullie is dat precies hetzelfde. En als je ziet hoe lang en hoe groot de impact dat heeft gehad op de jongeren in Limburg, ja, dan gaat dat hier ook nog heel lang duren. Ook als je nu alles repareert, zullen jongeren voor heel lange tijd dit met zich meedragen. Wat ik eigenlijk nog kwijt zou willen is dat, deze hele toestand ook relationeel van invloed is. De een wil dit en de ander wil dat, want je krijgt dan volgens de NCG wat keuzes voorgelegd. Hè? Wilt u uitgekocht worden? Zo ja, dan moet u vertrekken uit dit gebied, dus dat betekent dat wij naar Drenthe moeten. Of wilt u versterken, wil je verstevigen? Waar ga je in die tijd wonen? En dat geeft veel spanningen. En dat is echt iets waar je natuurlijk niet voor gekozen hebt. Dus ik wil hier wel weg. Ik wil hier gisteren wel weg. Niet om de plaats, maar gewoon om, omdat ik voorzie, zeg maar, dat wij jarenlang in de bende zitten hier in deze straat. En als de huizen klaar zijn, dan gaat de straat er nog een jaar uit, ook nog, vanwege riolering. Ja, dat is als bedrijf hier niet te overleven dan. En ik hoop dat het huwelijk het overleeft. Want ik wil wel weg en mijn vrouw wil ik niet. Zeg het maar. Ik zou het liefst natuurlijk nu heel positief willen afsluiten. Maar ik vind dat echt wel heel erg moeilijk. Om hoop te houden in zo'n wanhopige situatie. Ik vind dat echt heel zwaar. En ik had dat wel. Misschien in 2012 en 2013. Nog enige hoop dat het goed zou komen. Maar ook omdat je toch wel versteld staat. Dit kan toch niet waar zijn. Ik vind dat nu echt heel erg moeilijk. Omdat we ook steeds minder in de media komen. En daarom vind ik het echt heel tof, Iris, dat je dit doet. Want we mogen dit niet opgeven. Groningen is zo verschrikkelijk mooi. Dit is echt de mooiste provincie van Nederland. We mogen deze strijd niet opgeven. We moeten van ons laten horen. En misschien is dat wel een estafette. Want je kunt niet zeggen tegen die mensen die al 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar lang steeds op zijn gaan staan, steeds zijn gaan demonstreren, naar de rechter zijn gegaan. Van hen kun je het niet meer vragen. Maar misschien is dit wel een estafette. En dat als mensen uitvallen, anderen het stokje weer overpakken. En het zou heel goed zijn. Het is heel pijnlijk dat het nodig is. Maar Groningen, ik ben daar zo ongelooflijk trots op. Dit is zo'n mooie provincie. We gaan Den Haag niet laten winnen. En het zou heel tof zijn als mensen zoals jij, van jouw generatie, nu ook dat stokje overnemen en zeggen, wij willen hier toekomst. Wij eisen hier toekomst. Dat is toch niet te veel gevraagd? En ja, je kunt nu opgeven. En soms is dat, lijkt dat het enige wat nog overblijft. Maar als je opgeeft, hebben we verloren. En als we doorstrijden, kunnen we winnen. En voor sommigen kunnen dat niet meer. En ik vind dat ongelooflijk verdrietig. Maar voor wie het nog wel kan, zou dat echt mijn oproep zijn. Strijd voor Groningen. Dit is zo mooi. En we gaan Den Haag niet laten winnen.